gaat dus over liefde, maar met een twist erbij, namelijk seksualiteit. Ben je niet geïnteresseerd, dan mag je wegklikken. Maar zelfs al ben je 70 of 90, dan heb je allicht nog dingen liggen van over seksualiteit die je niet hebt opgelost. Dus wat voor leeftijd je ook hebt, het is sowieso zeer behulpzaam om schoner te worden, om gelukkiger te worden. Ja, om het verleden meer los te laten. Oké. Ik vroeg dus aan deze kaart, toen ik nog weer een kaart ging trekken uit mijn eigen tarotset, om een bevestiging van wat ik hier had gezien. Ik zal even laten zien wat ik hier heb gezien. Je hebt hier dus 9 staven en schildknaap van staven. En die schildknaap van staven, die gaat ook wel eens over narcisme. Maar omdat hij dus zijn staaf zo zit te bekijken. Maar in dit geval staat die staaf voor zijn penis. Ik verschuil me lekker achter deze kaart en ik blijf hier ook de hele tijd zitten. Nee hoor. Ik vroeg dus een bevestiging van, goh, zou dit alleen dan om mannen gaan? Mannen en hoe zij naar vrouwen hebben gedaan. Maar toen trok ik deze kaart en dat vogeltje, dat zit op een hand, op een arm, zou je kunnen zeggen. Maar omdat ik dus dit al had gezien, zag ik hier dus een joekel van een clitoris in. Allicht weet je... Zit je nou te lachen? Allicht weet je ook al wel dat die clitoris net zo lang is als een penis, alleen dan dus naar binnen gericht. Oh, dat wist je nog niet. Nou, bij deze. Het vogeltje is rood en zit dus in deze versie, in deze interpretatie van deze kaarten, op de clitoris. Dus er is pijn gedaan bij de vrouw. Of je nu een man bent of een vrouw, dit gaat erom dat een vrouw pijn heeft gehad. Of jij dat nu hebt gedaan, of dat ze dat zelf heeft gedaan, of dat dat eerder in haar verleden is gebeurd. Het gaat om... Ik heb nog nooit eerder aan het publiek over een clitoris gesproken. Maar goed, dit gaat dus over de clitoris. Het is zo'n beetje het meest gevoelige plekje van het lijf, van de mens. Een clitoris heeft, geloof ik, 8000 zenuwuiteinden tegenover een penis, de eikeltop, die 4000 heeft. Ik heb dat ooit iets van 10 jaar geleden gepost op Facebook. En, toen nog maar net... op Facebook zat. Nou, trouwens niet, was al de tweede keer dat ik op Facebook zat. Maar goed, ik krijg het er warm van dit onderwerp. Oké, nou, seksualiteit. Leuk. Leuk. Even nog 1 ding in het algemeen, voor wat dan dus voor jullie allebei telt. Oh, mijn hemel! Hier kan je een clitoris in zien. Zie je dat? En een heleboel vuur. En vuur kan voor passie staan, kan dus fantastisch zijn. Maar vuur kan ook voor pijn staan en voor gevaar staan. Allicht ben je een man die zit te kijken en die het doodeng vindt. Ik heb met behoorlijk wat mannen in bed gelegen. De laatste 10 jaar niet meer, maar daarvoor wel. En ik heb zelden een man in bed gehad die op zijn gemak is met het visuele aspect van een vagina. Dat roept zoveel bij ze op. Tegenwoordig is dat, dit wil ik inderdaad jullie allebei meegeven, zowel kreeft als steenbok. Tegenwoordig met porno, wat mega toegankelijk is, wat ook door heel veel vrouwen bekeken wordt, is... Nou, we hebben zo ontzettend veel vagina's gezien dat die schroom om ernaar te kijken er wel af lijkt te zijn. Lijkt te zijn. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Die angst die we daarvoor hebben, als we die dus hebben opgelopen, en de meeste van ons die hebben daar iets raars op zitten, of we zijn er niet mee opgegroeid. Weet je, dat je mag genieten van seks. Of je bent een keertje betrapt met het genieten van seks.
door een ouder of een oudere broer of zus of zoiets. Of een leraar. Of je bent verkracht of aangerand. Dus dat de lol er voor jou helemaal van af is. Of je kent iemand anders in je omgeving. Nou, of noem maar op. We hebben allemaal, of je nu man of vrouw bent, we hebben allemaal pijn op het onderwerp clitoris zitten. Aan het einde van deze clip, dat wil ik alvast verklappen, gaat over, ga clips posten die ik al eerder heb gepubliceerd. Over je onveilig voelen, mishandeld zijn. En dat is een healing. En gebroken door je ex. Misschien dat het net wat anders ligt, maar gebroken door iemand. Bijvoorbeeld door je ex. Ja, allicht gaat dat voor jou een healing zijn om daar naar te kijken. Oké, ga ik nu splitsen? Ik ga beginnen dus met kreeft. Yes? Oké, kreeft. Dit gezegd hebbende, dit alles. Wat een beladen onderwerp, hè. Ik voel zo zwaar ineens. Maar ook ben zo vanuit mijn hart zo blij dat we het hierover gaan hebben. En dat je er dus nog steeds bent. Fantastisch. Dankjewel. Oké, adem in je hart. Als je kan, doe dat nog maar een keer. Adem even heel diep in en dan heel erg langzaam, zo lang mogelijk uit. Dat alles wat daar aan negatieve lading op zit, dat nu al losgelaten mag worden. Heel goed. Ik heb hier een prachtige kaart. Pentakels 10. Het is in elk geval die 10 die belangrijk is. Dat is het getal van de voltooiing. Dus er gaat echt iets afgerond worden nu voor jou. Misschien qua gedrag, misschien in emotie, misschien in begrip, in overtuiging, in patroon. Deze kaart overduidelijk, ja. Er zit pijn bij jou in je verleden over, ja, laat ik het maar gewoon weer zo noemen, over je clitoris. Over wat er gebeurd is, over hoe ermee omgegaan is of wat jij in je omgeving gezien hebt daarover. En misschien zeg je, nou Annemiek, daar heb ik echt nog nooit mee te maken gehad. Dat is gewoon niet waar. Sorry, dat is gewoon niet waar. Als dat zo is, deze clip geldt voor de komende 2 weken. Dan gaat het binnen 2 weken wel duidelijk voor je worden. Dat het wel zo is. En waar die pijn hem dan in zit. En heb je ooit blaasontsteking gehad bijvoorbeeld? Nou, of iets met je baarmoeder. Of met de bevallingen dat er iets niet lekker liep. Dat gaat allemaal langs de clitoris, hè? Als jij echt helemaal vast zit nu en het liefst weg zou willen klikken, doe nog eventjes niet. Wacht nog even 1 minuut. Wat daar achter. Ik veroordeel je niet, veroordeel jezelf er ook niet op. Dat je gewoon te bang bent om dat te kunnen horen. Zelfs als je nu roept van Annemiek, ik ben niet bang. Er is gewoon nooit iets gebeurd. Seksueel wat fout zit. In deze maatschappij is niet mogelijk. Is niet mogelijk. Hoe wij als vrouwen, hoe ik als vrouw met me om heb laten gaan. Hoe mannen met mij omgaan. Wat dus allemaal heel normaal gevonden wordt. Hoe normaal is seksisme nog steeds in Nederland? Ik woon in het oosten van het land. En dan ook nog in een klein dorpje. En hier is het echt, dat is echt waanzinnig. Dat is echt waanzinnig, ja. Maar weet dus dat als je daar weerstand tegen hebt om hiermee bezig te zijn. Dat is dus alleen maar een teken van hoeveel pijn en hoeveel angst daarachter zit bij jou. Je kan het bij mij weg laten halen. Ik kan het weghalen, die pijn en die angst. Kijk maar, ja. Ik wil even een voorbeeldje geven. Volgens mij heb ik het ook wel eens een keertje verteld, of niet? Weet ik niet meer. Mijn buurman. Die heeft tegen mij gezegd dat hij me mooi vindt. Nou, dat mag. Maar hij bleef elke keer maar zeggen, wat ben je toch een mooi poppetje.
En ik voelde mij als volwassen vrouw helemaal niet gezien door hem. Nou goed, dat hoeft dan misschien ook niet door mijn buurman, maar oké. En hij ging steeds verder met zijn opmerkingen. Als ik geen vriendin had, dan zou ik het wel weten. En ik geef jou wel energie hoor. Ik geef jou wel energie hoor. En dan pakte hij mij vast bij mijn arm op straat, terwijl ik eigenlijk weg wilde fietsen. En dan moet je, dit is ook geen mooie man om te zien. Oké. Nee. En ik weet, ik voel dat hij ook veel porno zit te kijken. Zijn vriendin is hartstikke koud, dus daar kan hij in ieder geval krijgen. Die is hier af en toe. En hij is gelukkig vaker bij haar. En hij heeft laten weten dat hij aan mij denkt als hij masturbeert. Nou, hoe smerig. Ik heb dat tot me doordrong nooit begrepen waarom als ik in bed lig, dat ik soms dus gewoon nou, lekker wijd uit lig en dan ineens voel, mijn benen bij elkaar doe. Alsof er dus ineens iemand in mijn huis, in mijn slaapkamer binnengedrongen is. Maar dat is dus zijn energie die ik voelde. Ik heb hem daarop aangesproken toen hij mij verweet dat ik nooit meer bij hem langskwam op de T. Ik zei van ja, maar hoe jij over mij praat, ik voel me niet meer veilig bij jou. Ik wil niet meer met jou in één ruimte zijn. En zijn reactie was, ja, als dat zo bij jou in je hoofd is, ja. En ik zei, en ik, goddank, want voor mij is boos zijn niet gemakkelijk, maar gelukkig bleef ik er toen bij. Ik zeg, ik ben niet gek. Jij hebt toch dit tegen mij gezegd. Je hebt toch dat tegen mij gezegd. Je hebt toch dat gedaan. Je hebt toch dat gezegd. Nou, toen peerde hij hem. Tijdje later had ik contact met de woningbouwvereniging in verband met, nou ja, de percelen hier. Heb je de buurman daar zelf al op aangesproken, werd mij gevraagd. Ik zeg, nee. Ik zeg, en dat ga ik ook niet doen, want ik vind het niet fijn om bij die man te zijn. En hoezo dan niet? Vroeg een man mij, hè? Een man van de woningbouwvereniging. En ik dacht, laat ik maar gewoon zeggen. Ik zeg van, hij doet gigantisch seksistisch tegen mij. Ja, wat is seksistisch dan? En toen vertelde ik dat. Nou, toen werd die man wel stil. Die zei, maar dat is niet oké. En dat vond ik zo fijn om te horen, die erkenning. Daar gaat dit over bij jou. Erkenning. Je kan hier erkenning op krijgen. Dat wat jou is overkomen. Jij kan er erkenning op krijgen. Dat voelde voor mij heel erg fijn. Ik ga er zo meteen op in wat het voor jou betekent hoor. Dat voelde voor mij echt heel erg fijn. En hij zei van, ik ga hier met iemand, een bemiddelaar, ga ik dit overleggen. Binnen een paar uur had ik een best wel lange mail, hele sympathieke, lieve, vriendelijke mail van de vrouw, een van de vrouwen die bij de woningbouwvereniging werkt als bemiddelaar, intermediair tussen buren. En zij zei, en ik schrok daar eigenlijk van, wat bijna dom en naïef van mij was. Maar die zei: dit is te groot voor mij. Dit moet je naar de politie brengen. En ik was echt van: dit wordt zo groot gevonden. Seksistische opmerkingen alleen al. Die man heeft mij niks gedaan, hè? Maar seksistische opmerkingen alleen al. Zijn zo ernstig dat je ermee naar de politie mag. Waar zit de erkenning bij jou in? Ik schrok ervan. Ik help heel veel mensen. Helaas ook mannen, maar zeker heel veel vrouwen die een incestverleden hebben. De meesten komen niet eens bij mij vanwege het incestverleden, want dat is geheim, hè? Daar praat je niet over. Daar gaan we het ook niet bij een genezeres over hebben. Het komt er toch wel uit als dat is wat een enorme blokkade is bij jou. Weet je? En eigenlijk, niet iedereen, wel 90%, maar niet iedereen is meteen er blij mee met die kennis natuurlijk. En dat daar wat aan gedaan wordt. Maar uiteindelijk bij iedereen zo'n opluchting, zo'n opluchting. Want weet je, als jou iets fout is gedaan, als jij een vrouw bent, ook als je als man, als dit nu over jou gaat, maar dan als man, hè?
Er wordt seksueel zo over onze grenzen heen gegaan. En dat kan hem er zelfs in zitten dat je te wild gewassen bent door je vader of moeder tussen je beentjes vroeger. Dat er gewoon totaal geen respect voor was. Omdat daar dus angst op zit bij mensen. Zelfs zoveel angst, zo ongezond verkregen angst, dat ze zelfs een kind niet als kind kunnen behandelen. En anderzijds gaf het me dus echt heel veel erkenning. Wauw, ik ben niet gek. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Wat ik ernstig vind en mega jammer dus vind, pijnlijk vind, is dat de hele maatschappij ook dus nog ingericht is, waar dus ook vrouwen aan meedoen, om dus maar mannen aan te trekken. Om er dus maar seksueel ook aantrekkelijk uit te zien. Ik heb nog nooit kant aan de buitenkant gedragen. Ik heb nog nooit met ik heb nu wel een extreem hoog t-shirt aan, moet ik zeggen. Alsof ik aanvoel te komen waar dit onderwerp over ging. Maar ik probeer nu even heel erg laag décolleté te trekken. Maar heb ik niet. Heb ik niet. Weet je, ik volgens de normen en waarden van deze maatschappij ben ik een mooie vrouw. En dat is al lastig genoeg geweest voor me. Dus daarbovenop ga ik me niet ook nog eens zo kleden. Ik heb misschien in mijn hele volwassen leven 5 keer met een korte broek rondgelopen. Zelfs dat heb ik niet gedurfd. Heb ik niet gedaan. Dit moet een algemene clip worden, hè? Ja, ik voel zoveel verdriet bij jullie. Zoveel verdriet bij jullie. En het is ongelooflijk hoe slecht wij onszelf hebben laten behandelen. Man en vrouw. Man en vrouw. Wat voor jou mogelijk is, is daar zeker voor diegene bij wie het keer op keer gebeurd is. Dit is dus pijn die maar door blijft gaan. Hè? Of het blijft onbewust of bewust maar in je hoofd zitten. Geen seks meer voor mij. Of dat je gewoon niet overal durft te gaan. Ik liet een boer heel goed. Laat me los, laat me los. Laat me los, laat me los. Ik zeg het ook altijd bij een healing. Van, er zijn nu 2 lichamen om jouw lichaam schoon te maken. Dus het kan zijn dat ik ga hikken, gapen, boeren. Goed teken. Laat me los. Oké, die erkenning. Waar zit die bij jou in? Het is in elk geval hartstikke tijd voor jou. En het gaat bij jou dringender worden de komende 2-3 weken. Dat je dit moet loslaten. Dat het tijd is om dit los te laten. Voor jou. Voor zelfliefde. En als jij niet... Weet je, stel je voor. En de meeste van jullie kunnen dat gemakkelijk voorstellen. Je hebt dochters. Wat voor voorbeeld wil je je dochters meegeven? Dat het oké is om slechte seks te hebben. Dat het oké is om niet te genieten van je lichaam. Dat het oké is om met pijn rond te blijven lopen. Dat wat jou is overkomen vroeger, de kans is zo groot, zo pijnlijk groot. Dat je dat in conditionering met je, aan je dochters meegeeft of zoon. Erkenning, erkenning, erkenning voor jou. Erkenning voor jou. Erkenning voor jou hierop. Zwaarde 7. Zwaarde 7. Erkenning voor jou. Even kijken hoor waar het over gaat. Mocht je me tot nu toe nog niet geloofd hebben over hoeveel verdriet ik voel. Kijk eens even. Zwaarde 3. Zwaarde 7. En opnieuw hè. 9 plus 1 is 10. 3 plus 7 is ook 10. En we hadden deze prachtige kaart. Nummer 10 van Pentakels. Dat in elk geval. Zwaarden gaan over lucht. Zwaarden zijn luchttekens. Zwaarden zijn, gaan over dus het mentale. Dus in je hoofd qua gedachten
gaat het totaal veranderen hoe jij nu met seksualiteit omgaat of hoe jij met de seksualiteit uit je verleden omgaat. En deze betekent dat het door een totale omkering kan komen in de actie. Dus met betrekking tot dit alles wat ik heb gezegd in de actie. Dus hoe ga je vanaf nu vrij? Wat voor mannen, wat voor vrouwen ga je vanaf nu aantrekken? Hoe ga je beginnen? Wat ga je zeggen? Hoe goed ken je jezelf? Je hart is ook hierom gebroken. We zeggen wel eens, hij heeft mijn hart gebroken, zij heeft mijn hart gebroken. Maar het is ook die hele situatie. Dat alles wat jouw lichaam en dan dat meest gevoelige puntje wat de mens heeft, is violated, is mishandeld, misbruikt, niet goed behandeld. Het goede nieuws van deze kaarten is dat deze kaart staat niet alleen voor bedrog, oneerlijkheid, gemeen zijn, manipuleren, maar ook voor streven. Streven. Je streven is om van het gebroken hart af te komen. En dat kan, want ik heb zelden op die manier deze kaart geïnterpreteerd, maar je ziet die wolken, hè? En die wolken zijn nog niet helemaal neergedaald. Het is nog steeds voor je mogelijk om uit deze pijn te komen. Het is nog steeds voor je mogelijk om uit deze pijn te komen. Het is mogelijk, ja. Yes. Nog één kaart hierover. Nogmaals, kijk ook aan het einde, hè, die andere clips die ik voor je heb. En dan heb ik munt 2. En hoe zeg je dat? Hoge priesteres voor je. Ja, hoge priesteres die gaat natuurlijk over vrouwelijke energie. Dat mag meer in balans komen. Ik kan me voorstellen, het negatieve van de hoge priesteres is... ik heb mijn dorst nu echt zo'n hele akelige kriebel in mijn keel. Kan veel eisend zijn. Kan koud zijn, afstandelijk zijn. Waarop je partner of partners allicht hebben gezegd, is me veel te koud. Allicht heb je hun hart daarmee gebroken, omdat zij ook die liefde in jou zien, ook die zachtheid in jou zien. Het huiselijke, het fijne in jou zien, de warmte, de gezelligheid in jou zien. Maar ze voelden zich van een koude kermis, koude seksuele kermis, thuiskomen. Het was geen thuiskomen bij jou. En dat valt jou dus helemaal niet te verwijten. Dat valt jou dus helemaal niet te verwijten, lieverd. Dat valt jou niet te verwijten. Het mag omgekeerd worden. Ik zie hier eigenlijk ook al die tienen in, weet je. Het mag omgekeerd worden. Ik ga lekker nog extremer. Waar ik mee begon met jou, dat het dus tijd is om het los te laten. Hier hebben we 5 en hier hebben we 2 keer 5. Nu heb ik alles. Ja, hier de Phoenix ook. Dit, het teken, het alchemistische teken wat daarboven staat, is een cirkel. Het kan absoluut rond bij je worden. Het kan absoluut in vrede bij je komen. En dat je volledig in veiligheid gaat leven. Ja. Dankjewel voor het kijken. Wees heel lief voor jezelf. Wees heel lief voor jezelf. Je verdient het.